die hitte. Van deze mooie zondag bezoeken wij het nieuwe evenement Proef Landsmeer. Wij gaan hier Landsmeer proeven. En waarschijnlijk heeft dat van alles met eten en drank te maken. En u ziet achter mij dat er al een heleboel mensen verschrikkelijk aan het genieten zijn. En dat gaan wij even proberen wat van mee te proeven. Ga mee. U ziet het, bij dit soort evenementen moet zelfs de burgemeester in de rij staan. Ja, het is wel even wachten. Ja, het is hier even wachten. Wat mij betreft zou er nog een verkooppunt voor munten mogen zijn. Ja, misschien was er niet voorzien dat het zo'n succes zou zijn. Het is ook hartstikke mooi weer. Ze hadden zich geen betere reclame kunnen wensen. Ja, ik heb al wat geproefd. Geniet ervan. Oké. Dag burgemeester. Nou, alles voor het televisieprogramma, zei de vegetariër. Dat is waar, maar ik ga het toch doen. Ik ga het doen. Ik heb er alles voor over. Ik weet niet of ik vegetarisch blijf hoor. Dit is zo ontzettend lekker. Echt heerlijk. Mevrouw, heeft u al wat gegeten? Ja, bij iedereen al wat. Echt waar? U heeft alles gedaan? Noemt u eens een hoogtepunt? Ik vind het allemaal erg lekker. Hoe laat komt de bus? Een bus? Ja, de bus. Ik kom hier niet. Je zit in een bushok. Geweldig initiatief van Landsmeer. Komt dit voortaan altijd als je op de bus zit te wachten? Ja, dit zou heel erg leuk zijn. Zo wil ik altijd op de bus. Ik ga nooit met de bus, maar nu wil ik met de bus. Ja, nu wel. Er wordt hier groepsgewijs in een kringsessie geproefd. Meneer, mag ik u wat vragen? Zeker. Ja, wat proeft u? Kaas. En, hoe bevalt het, de kaas? Lekker hoor. Ja hoor. We kunnen elkaar een beetje moeilijk verstaan, hè? Heeft u al gedanst? Ja, toch gezellig. Of ik al gedanst heb? Ja. Nee, ik nog niet. We staan aan het eten. Eerst eten, dan dansen. Dansen. Oké, okay, dan komt het er al. Ja, en dit zijn allemaal soorten kaas. En welke is nou nieuw voor u? Even kijken, de Ulpe Brie. Nog nooit brie gegeten? Zegt u? Nog nooit brie gegeten? Jawel, maar geen Ulpe Brie. Ulpe Brie, echt waar? Die? Proeven. Wat leuk. Ja? Als u het kunt missen. Ja, natuurlijk. Ja. Het smaakt heel Ilps ook, hè? Ja, je proeft het landschap. Ze doet het. En hij doet het ook. Wat zei je? Dit is zo lekker. Nee, als je nog nooit een oestertje geeft, dan moet je het zeker doen. Dit is zo zalig. Waar smaakt het naar? Het is een beetje zoutig. En het smaakt best wel. Waar smaakt het naar? Je moet het gewoon een keer proberen. Goed idee, ja. En wat vindt u er zo goed aan? Nou, het is gewoon een leuke afsluiting van de zomer en een goed moment. Het weer is mooi, wat wil je nog meer? Gaat u nou ook vaker uit eten, denkt u, het komend seizoen? Nee, we blijven wel gewoon vaak uit eten gaan hier, dus dat deden we al. Dat deden we al. Dus dit is gewoon het vieren van de restaurants. Oké, nou veel plezier. Ja. Dank u. Graag gedaan. Ik sta hier naast Jannie Oosterhuis, een van de initiatiefnemers, organisatoren van dit evenement. Inderdaad, maar als voorzitter van Rotary Landsmeer hebben wij besloten om dit evenement te organiseren. En ja, gezien de drukte is Landsmeer echt toe aan een feestje. En al die stralende gezichten, de mensen zijn helemaal gelukkig. Ja, ik denk dat we missen gewoon iets speciaals van Landsmeer. We hadden vroeger de sportweek bijvoorbeeld. Ja. En dat is er niet meer, dus je ziet, de mensen willen gewoon iets hebben van Landsmeer. Hoe smaakt het? Nou, het is hier zo gezellig en hij smaakt heerlijk. Hebben jullie al iets lekkers gegeten? Nou, nog niet. Dat gaan we zo doen. Eerst even indrinken. Even indrinken, ja. En wat is het goede doel precies? Dat is het dienstencentrum in Landsmeer. En uiteindelijk, we worden allemaal 50 plus. Dus we zullen er allemaal een keer... Nee, ik niet hoor. Ik niet. Dat begin ik niet aan. Ze kunnen het heel goed gebruiken. Het is helemaal volledig van vrijwilligers afhankelijk. En wij hebben gezien. Oh ja, ik ben zelf dol op oesters en kokkies, dus die heb ik gegeten. Zeg, en waar verheug je je op? Waar heb je trek in?
Nou, ik zit de hele tijd al in een lekkere kibbelinglucht, dus dat gaan we misschien uitproberen. Maar ik ga direct... Ja, dat kan alleen vandaag. We gaan direct een rondje maken. Gaan we eens kijken wat er allemaal is. En ik wil nog even benadrukken dat dit alleen mogelijk is geweest door enorme bijdrage van onze sponsors. En de meeste zijn lokale sponsors en daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor. En ja, nu we zien dat het dus aanslaat, denk ik dat we nou, misschien wel elk jaar zoiets gaan doen. Lijkt me wel een begin van een goede traditie. Oké, dankjewel. Veel plezier. Ga ik doen. Nou, ik ben wel gecharmeerd van de vijgenbrood met blauwe aardekaas. Maar die Old Landsmeerder, die kan er ook wat van. Ja, ik vind het helemaal een lekker hapje. Nou ja, deze is voor hem, hè? Ja. Ja, eet smakelijk. Kijk. Wat is het lekkerste wat u heeft? Sashimi is een van de lekkerste dingen hier. Verse tonijn gesneden met wasabi, ginger en op zeekraal geserveerd. En dan is er ook een warm bordje met kalfsweestrik met een beetje foie gras en kantarel. En een gegratineerde mossel. En we hadden ook nog een stukje kip op Toscaanse wijze bereid. Toscaanse kip, jam, lekker allemaal. Oh! Hoe vindt u dit feest? Ja, ik vind het wel heel apart. Ja, nieuw, apart. Ja, leuk. En heeft u al lekkere dingen gegeten? Ik heb net hiernaast bij Delight heb ik lekkere dingetjes gegeten. Dit is het tweede, dus. Gaat u alle tentjes af? Nou, alle weet ik niet, maar nog wel een paar in ieder geval. En nog wat drinken? En nog wat drinken. Oké, goed zo. Wens u smakelijk eten verder nog. Ik zal het allemaal proberen, het is allemaal lekker. En ik zit vol tot hier, dus ik ga lekker naar huis. Jij hebt al alles gegeten. Heerlijk. Eigenlijk alles lekker. Ja? Ja, maar een succes, hè? Ja, als alles lekker is, is het goed. Dat is echt. Ja.